We zijn hier vandaag bij melkveebedrijf Rijm in Dronten. Melkveebedrijf met een 135 melkkoeien plus bijbehorend jongvee. We zijn hier een beetje, nou, toch wel met een bijzondere reden. Er is een drieling geboren, zoals je misschien wel kunt zien hier. We begrijpen dat het vrij bijzonder is dat er een drieling geboren is. Kun je daar iets meer over vertellen? Het is uiterst zeldzaam. Het komt maar één keer in de 50.000 keer voor. Ja. En wij hadden het dus ook nog nooit meegemaakt. Wat was het begingewicht van de kalver, en weet u dat nou? Met z'n drieën wogen ze 94 kilo. Ja. En gemiddeld ongeveer rond de 30 kilo. Dus, 3 weken lang hebben wij ze gevolgd met gewicht. En wij zijn uitgekomen na 3 weken. Rond de 50 kilo wogen ze na 3 weken. Of zeg maar 1 kilo groei per dag hadden ze gerealiseerd. Kun je mij vertellen wat je de kalveren hebt gevoerd? Nou, wij voeren altijd de Superlux. Dat heb ik ook bij deze kalveren gewoon gedaan. En dan 2 keer daags 3 liter en dan 175 gram in de liter. Juist, dat is een vrij forse verhouding. Je voert normaal ook de andere kalven ook zo? Ja, wij voeren altijd vrij fors, omdat ik ook maximale groei uit de kalveren wil halen. En zeker in de beginfase is dat erg belangrijk natuurlijk. Dus vandaar dat ik er niet op bezuinig. Doorgaans in Nederland de meerlingen, en in dit geval een drieling, worden toch een stuk lichter geboren. We hebben toch wel een stukje bewijs kunnen leveren door fors te voeren dat ook deze dieren, dat je die naar een mooi gewicht kunt krijgen. En we willen u ook vriendelijk bedanken voor de tijd voor ons. Graag gedaan.